gesproken. Hoi, ik ben Christian. En welkom op onze stageplek. Ik doe een opleiding op het Zadkien, netwerk en mediabeheer in niveau 4. En ik loop stage op het Carré College. Wat we hier doen, is dat wij meldingen krijgen van docenten. En daarin verhelpen we de problemen. Dat kan zijn dat we naar de lokale toe gaan of dat we het via het programma zelf kunnen oplossen. Terug naar die default settings, dus dat is F9. We zitten hier zo'n 400-tal computers en is het beheren daarvan en ondersteuning voor de docenten. We hebben nu een nieuw project dat we computers over moeten zetten naar Windows 10. Moet je openen en dan gelijk in het hoekje links. Daar zit de knop en die gaat dan beide open. Met behulp van Topdesk kunnen docenten een melding sturen. Vanuit daar kunnen wij de meldingen inzien. Dat verwerken we net en kunnen we dan het probleem oplossen. Ja, met F12. Ik betrek ze zoveel mogelijk in het proces. In feite leer ik ze ook hoe ze moeten aanpakken, hè? Het werk indelen. Je efficiënt werk, zodat er zo min mogelijk tijd verloren gaat. En wat ik het leukste vind aan mijn stage is dat het elke dag kan wel verschillend zijn. Eentje wat bijvoorbeeld een nieuwe DVD-speler, andere persoon wat bijvoorbeeld dat de projector, als die kapot is, wat die dan gemaakt hebben. En ja, en als je dat allemaal kan oplossen, nou, dan zie je echt een brede lach van de docenten. Dus dat vind ik toch echt het leukste van mijn stage. De werksfeer is prima. Jazeker, het is zeker leuk met hem werken. En als je het echt niet weet, hij weet wel iets om het op te lossen, dus ben ik heel blij mee. Ik leer echt veel van hem.